We kunnen een deal sluiten. Ik moet werken aan mijn conditie. Yo, wat is up? Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kook TV Eindbaas. Mijn naam is Shaquille Polak en ik sta vandaag in een straat in Rutte. Huh? Ik ga namelijk vandaag de 15-jarige Dylan uitnodigen. Hij traint 2 keer per week voor voetbal. En hij stond eerst als keeper op doel. Maar omdat hij zo snel was, is hij ook gelijk in het veld gezet. En dat is supergoed, want ja, als je allemaal tricks moet gaan doen, et cetera. Panna's en hoog houden en al die dingen, dan heb je dat gewoon nodig. We gaan heel iets tofs doen. We gaan namelijk een workshop doen van de enige echte Easy Man. En hij is niet zomaar iemand. Hij is kampioenschap, panna... Niet zoveel verstand van voetbal. Mijn collega Kix die weet daar eigenlijk veel meer van. Maar ze is op dit moment niet aanwezig. Dus hey, jullie moeten het maar even met mij doen. Daarna gaan we naar een KNVB project in Venlo. Wat voedselvissa heet. En dan kunnen we al onze trucjes laten zien. En wie weet winnen we nog wat prijzen. We zullen het zien. Maar ik moet eerst even Dylan uit zijn bed halen. Dus kom maar mee. Oké, nou dit is het moment dat ik Dylan ga verrassen. Zijn moeder heeft hem opgegeven en ja, ik moest van zijn moeder hard gaan kloppen. Kloppen, bel kapot. Dit wordt wat. Ik weet niet of ik me kan horen zo. Kijk. Hij is wel aan het gamen zo te zien. Hij heeft zijn controle aan, dus hij kan hier zijn. Oh. Oh shit, hij is er gewoon. Ik wil niet hard schreeuwen. Het is vroeg in de ochtend. Yo, Dylan, alles goed? Ja. Wat is dit? Ja man, ik ben van Kook TV. Hallo. Hey, van Eindbaas. Hey, jouw moeder heeft je voor iets opgegeven man. Jij gaat met mij mee en we gaan naar heel iets tofs. Wat het nog is, ga ik nog niet zeggen, maar we gaan wel iets tofs doen. Het is echt super, het is echt heel tof. Ik zou zeggen, trek wat kleren aan en let's go. Je weet nog steeds niet wat je gaat doen, hè? Nee. Nee, dat is juist het leukste hiervan. We gaan even rijden, 2 uurtjes, op naar Venlo. Zo, dat was me toch wel even een ritje hoor. We zijn eindelijk aangekomen in Venlo. 2 uur rit. Dylan is er nog fris en fruitig. En nu moeten we wachten op de trainer die ons gaat trainen. En we hebben een goede trainer uitgekozen, want we moeten even de beste tricks oefenen. Nou, Dylan, we zijn nu in Venlo. We zijn nu bij een soort van voetbalveldje. Iemand is daar op ons aan het wachten, dus we moeten even daar naartoe. Let's go. Yo guys. Hey. Yo man. Alles goed? Lekker man. Dus hey. Dylan? Ik ben Jayant, aka Easy Man. En vandaag gaan we jou wat acties bijleren. Ik ben nog niet zo thuis met straatvoetbal, maar jij wel? Ja. Oké, kijk. Nou, wat we gaan doen is, ik ga je een paar acties bijleren. Een mooie ground moves gaan we doen. Maar uiteindelijk ga jij vandaag iemand een panna geven. Dat is het doel. Ja. Ja? Maar ik wil eerst checken hoe het met jou zelf is. De skills. Kan je een beetje voetballen? Ja, ik ben meer van lucht. Oké, freestyle. Ja. Ja, dat kunnen we ook doen. Maar je bent nu echt met de panna koning. Dus je gaat eerst lekker een potje tegen mij spelen. Oké, nou, let's go, jongen. Ja, zag hem, hè? Ja, man. Zeggen we dan. Ik zie dat je weer een beetje kan spelen, Dylan. Je hebt me wel een beetje moeilijk gemaakt. Maar vandaag ga jij 3 trucs van mij leren. En de eerste truc is de Easy Man Twist. Oké, oefening 1. Dat was hem. Je draait een roodje om je as. Kijk. Oké. Geboren talent, jongens. Oefening 2. Oefening 2 is de Easy Man panna. We doen een around the world. Dan doen we een akka. 1, around the world. Stap 2, pan. Topper. Nou jongens, de laatste oefening, oefening 3. En truc nummer 3, dat is natuurlijk de mousetrap. Oké. Dus je tikt hem naar achteren. Juist. Easy man. Heb je nog een makkelijke truc voor mij? Ja, ik heb een hele makkelijke truc voor jou. Dan komt het hoor. Oké, je sleept de bal en je tikt hem door de tegenstander zijn benen. Nee, 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 nee. Ja. Je sleept hem. Ja. Nee, en dan haal je hem terug. Sleep, hou hem terug. Is moeilijk. Oké. Okay. Dus je sleept hem. Sleept hem. En dan tik je. Bam. Ja. Maar dan, oké, okay, ja. Ja? Hun weten wat ze moeten doen. Nou, Jay, ik denk dat Dylan een geboren talent is, of niet? Ja, hij is zeker een geboren talent. Hij kan wel voetballen. Maar de bedoeling is dat jij ook gaat voetballen, Shaquille. Dus je hebt Dylan niet voor niks meegenomen. Hij heeft nu wat acties geleerd en die gaat hij tegen jou gebruiken. Dus speel maar lekker een potje tegen hem, zou ik zeggen. Oké, Dylan, maak hem koud. Je weet wat ik je heb geleerd. Rechts, links. Hoppa, ja toch. Geef hem die panna. Oeh, bijna. We kunnen een deal sluiten.
Oh! Nee! Dat was mijn momentje. Ik heb gezien dat je ook wat skills hebt. Je moet werken aan mijn conditie. Nou, Jay heeft mij verteld dat in de straatvoetbal iets is en dat is de 1 minute of fame. Jay laat even alles zien wat hij kan in 1 minuut. En daarna is het tijd aan Dylan. Jay, laat zien wat je kan, man. Ja, toch. Goed gedaan, hoor. Shout-out naar Dylan. Oké, je zag ze net allemaal samen, maar nu gaan ze nog 1 keer en dan gaan ze helemaal los. Dus let's go, guys. Oké, nou Dylan, je hebt alle trucs geleerd van Jay. We gaan nu even nergens naartoe. We gaan naar een event van Voetbal Vissa. Ik ben benieuwd. Ja, dus let's go. Oké, nou guys, we zijn nu op het Blaria Cum College, het sportiefste school van Nederland. En hier wordt Voetbal Vissa gehouden. En je bent natuurlijk de pannenkoning. En wat vind je nou zo leuk aan eigenlijk? Ja, wat ik er zo leuk aan vind, iedereen door de benen spelen. Maar het leukste is dat de kids altijd blijven lachen. En dat ze plezier hebben in de pannenvoetbal. Oké, nou tof. Ja. Nou Dylan, je hebt een paar trucjes geleerd van Jay. Ja. Misschien moet je ze straks gaan toepassen. Oké, nou Mo, jij bent van de KNVB. Waarom is het zo belangrijk dat dit soort evenementen worden gehouden? Wij vinden het belangrijk omdat wij de kinderen in de doelgroep, middelbare scholen, jongeren, heel graag willen stimuleren om te blijven voetballen. We zien vanuit de KNVB dat steeds meer kinderen in die doelgroep steeds minder voetballen bij een vereniging. Dan brengen wij het voetbal naar de school, een plek waar ze toch al zijn. Kom op Dylan, je bent er klaar voor. Je hebt alle trucs geleerd. Ja. Je hebt de bal. Jij kan het, ik kan het niet. Maar jij kan het zeker. En ga hem knallen. Ja, ga hem knallen. Hey, nou, het gaat er hier echt hard aan toe. En zoals je hoort in de achtergrond. Hoe vond je het ervan? Hele toffe dag. Ja? Ja. Kijk, zo mag ik het horen. Okay, wij gaan nog even kijken. Nou Jay, je hebt je ding gedaan hier op school. Hoe heb jij het eigenlijk allemaal ervaren? Ja, voor mij is het gewoon mijn passie. Ik vind het heerlijk om mensen te pannen. Dylan, wat vond jij er allemaal van? Ja, ik vond het super tof. Alleen was wel heel spannend, want het ging op zich wel goed, vond ik. Ja, zeker. Ik heb genoten van je eerste performance. Was kort, maar krachtig. Wie weet, naar de volgende show, hè? Ja. Nou guys, vond je dit een leuke video? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Ben je nog niet gesubscribed op het CookTV kanaal? Klik dan even op subscribe. En vergeet niet het notificatiebelletje aan te doen. En dan mis je namelijk geen enkele video. En wie weet, verras ik jou net zoals Dylan volgende keer. Doei!